Vandaag de gast Gerry Bakker. Zij komt vertellen over een instuif, een muzikale instuif van Crescendo. En er komt nog veel meer aan, horen we zo allemaal. Frank Schermer gaat ons een inkijkje geven in het programma van Theater Floralis in Lisse. En we hebben de rubrieken Kunst op straat en Het object. Maar we beginnen met een muzikaal onderwerp. Welkom Gerry, fijn dat je er bent. Dank je. We zaten al even een beetje voor te kletsen, terwijl de mannen nog aan het installeren waren. Nou, je had een lijst met dingen die er gaan gebeuren. Maar we beginnen even met de instuif. Ik vind het zo'n leuk ouderwets woord, instuif. Het is ook een heel leuk ouderwets woord. En we hebben dus dit jaar voor het eerst de statushouders ook uitgenodigd via Vluchtelingenwerk Teilingen. Ja. En toen moesten we gaan uitleggen wat instuif is. Ja. Dat is helemaal geen Nederlands bekend woord meer. Nee. Nou, dat komt uit de tijd van stuivers in. Ja. Nou, helemaal uitgelegd. En het is natuurlijk een misschien wat oudbollig woord. Maar toen wij jong waren, het instuiven. Old school. Hier zien we de flyer. Ja. Aan het eind zullen we die nog een keer laten zien voor alle informatie. Maar jij zei, we beginnen even met deze, want het is heel duidelijk. Crescendo instuif 26 maart. Ja, wat het aardige is ook de subtitel. Wil je graag eens meespelen in een orkest? Want daar gaat het eigenlijk over. Het zijn mensen, jong en ouder, die nog niet in een orkest spelen. Nog niet of nooit zullen, omdat het instrument zich er niet voor leent. Maar dat wel heel leuk vinden om eens te doen. In het verleden zijn echt keyboards meegesjouwd. En ik weet toevallig nu dat er ook een cello meekomt. Ja, dus dat zijn de dingen die een instuif zo ontzettend leuk maken. Omdat je op een hele andere muzikale klank komt. Wat voor klank dan? Chaotische klank? Zeker niet. Zeker niet. Maar je hebt natuurlijk een harmonieklank. We zijn een harmonieorkest. Ja. We hebben natuurlijk die instrumenten waar we de orkest mee vullen. Maar nu mag alles. Dus een gitaar is welkom. Maar keyboard. Moet je wel kunnen spelen? Je moet kunnen spelen. Ja, je moet wel kunnen. Wat kunnen spelen. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik wil drummer worden. Maar ik heb geen idee hoe dat moet. Nou, dan moet je misschien gewoon komen. Kom je kijken. Of je komt op een tamboerijn meespelen. Dat kan allemaal. Maar andere instrumenten, dat wordt wel lastiger. Dan moet je echt wel een paar noten kunnen lezen. Ja. Misschien een jaartje muziekles hebben. Maar voor die eerste keer in het orkest, daar is die instuif voor bedoeld. Is dit al vaker? Hebben jullie vaker een instuif gehouden? We hebben het heel dus je hebt een idee. Ja, absoluut. En hoeveel mensen zijn er dan bij elkaar? Dat hangt ervan af. Ik had nu begrepen van de organisatie dat er ongeveer 15, 16 nieuwe instuivers zeg maar, zijn. Ja. En die komen dan uiteindelijk in een concertje samen met de leden van het opleidingsorkest. Dat zijn er ongeveer 25. Ja, dan zit je toch al snel op een 40 muzikanten die muziek maken. En die kunnen het al? Ja. En dan mag je aanschuiven? Ja, maar je bent dus als instuiver al eerder welkom. Hè? Dat begint om 3:15. Ja. Dan ga je al met de instuivers muziekstuk instuderen wat je dan straks gaat meespelen met het orkest. Oké. En die statushouders, vluchtelingen zou ik kunnen zeggen, moeten die ook wel wat kunnen? Want ze kunnen zoals, zeker Oekraïners, kunnen heel goed viool spelen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik heb dat verder een beetje losgelaten en bij Vluchtelingenwerk Teilingen neergelegd. Die zouden alle mensen zelf gaan benaderen. Om te beginnen zijn ze natuurlijk heel hartelijk welkom bij het concert. Om 7:30 om te proeven. Om te kijken. Ja, want ze hebben misschien helemaal geen idee hoe dat gaat in Nederland. En hoe een orkest in Nederland, hoe toegankelijk dat is. Ja, ja. En waar wordt het gehouden? In de Julianakerk, de Julianalaan in Sassenheim. Oké. Het is eigenlijk een beetje de thuisbasis nog van Crescendo. En die gebruiken we. Het is ook een grote ruimte. Mm-hmm. En we zitten nog steeds in de coronatijd. Dus we hebben deze ook voor de zekerheid uitgekozen. Moeten we dan ver uit elkaar zitten, dan kan het. En de dirigent moet vooral gezond blijven. Ik zei het al tegen je, het is natuurlijk een spannende tijd. Nog steeds. Afgelopen week ook met Crescendo, het orkest waar ik in speelde, hebben we met de helft van de bezetting gespeeld. Was de dirigent dan weliswaar wel gezond, maar heel veel leden, ja, ben je positief, blijf thuis. Heb je klachten, blijf thuis. Ja, het is een uitdagende tijd om in een orkest met elkaar iets neer te willen zeggen. Ja, dat vraagt ook flexibiliteit en meebewegen en oplossingen bedenken, creatief zijn, geduldig met elkaar. Ja, en liefdevol. We hebben natuurlijk een hele bijzondere tijd achter de rug waarin we helemaal niet konden spelen. Ja. Waarin we op grote afstand van elkaar moesten spelen. Wat ook heel erg lastig, omdat je elkaar bijna niet hoort. Ja. Je maakt
maakt toch een onnatuurlijk, maakt er een onnatuurlijk geheel van. En nu zijn we bijna, denken we, bij de finish. Dan zijn we er bijna. En dan merk je ineens weer dat zo'n half orkest leeg is. Ja. Omdat het thuis zit. Omdat ze niet kunnen komen vanwege nog steeds de corona. Dus ja, wanneer is het over? Het blijft nog voor uitdagingen zorgen. Ja, precies. Nou, dit laten we tijd, dus wat ik al zei, ook nog even zien voor de laatste details en de tijden enzovoort. Maar we gaan natuurlijk ook even kijken naar wat mensen die muziek maken, want dat blijft altijd toch wel leuk. Hebben deze mensen wel toestemming allemaal gegeven, Geri? Dit is toevallig een hele periode geleden. Dit is van de laatste instuiving. Ik durf het bijna niet te zeggen. Die was in 2015. Echt zo lang geleden? Zo lang geleden. Ja, er hebben een aantal wissels plaatsgevonden, ook bij dirigenten. Het moet natuurlijk gedragen worden door de dirigent van het opleidingsorkest. Dus er is veel veranderd, maar we zijn er weer. Oké. Goed, hier zien we een aardig flink orkest. Ja, wat ook precies weergeeft wat we willen. Achter mij, ja, dat kun je nu niet zien, die foto is niet gemaakt helaas. Daar zitten de keyboards. Ja, het is natuurlijk gewoon waar ik heel erg van geniet, is die mix van alle mensen die een instrument met elkaar gaan bespelen. En dat kan een blokfluit zijn. Dat is natuurlijk de basis van heel veel muziek die bij ons gemaakt wordt. Dus de blokfluitles. Zeker voor de jongere kinderen. Zo begint het vaak. En daar begin, tegenwoordig gaan we steeds vaker ook naar de volwassen mensen die beginnen met muziek maken. Wat natuurlijk ook heel geweldig is. Maar die beginnen gewoon meteen met een trombone of zo. Ja, precies. En wat je ook ziet bij het slagwerk bijvoorbeeld, daar zie je ook iemand, en dat wordt nu voor de instuiven ook weer, iemand die helpt. We hebben helpers nodig, omdat het lezen van muziek is al ingewikkeld genoeg. Maar als je in een orkest gaat spelen, moet je en op de muziek letten, in een vreemde omgeving, maar ook naar de dirigent kijken. Die combinatie is dat multitasken, en dat is echt reuze ingewikkeld. En in het opleidingsorkest, dan word je daarin langzaam meegenomen. Waar ga je incidenteel dit een keer doen? Dan is dat een grote uitdaging. Lijkt mij. Dus we hebben weer een heleboel vrijwilligers uit de orkesten. En die gaan helpen om de kinderen of de jeugd of de volwassenen het multitasken. Ja, om weg te helpen. Ja, en gewoon eigenlijk meewijzen met een stokje of een vinger. Van je bent nu hier, dus deze noten moet je spelen. Dat je niet de weg kwijtraakt. Nee, dat is heel belangrijk. Op je papier. Ja. Ja, je ziet hier ook dirigent als toen nog Erik Waarts. Die is weg dus, die begrijp ik? Die is al jaren weg, ja. Is het makkelijk dirigent te vinden? Het is nog altijd gelukt. Dan is het oké. Okay. Of jullie zijn gewoon... Wij zijn gewoon ontzettend gewild. Dat wou ik net zeggen. Ja. Ja, hier zie je dat nog een keer. Hè. Het wordt echt... Groot en klein, hè? Ja, de vinger wordt meegewezen. En op de voorgrond zie je dan ook weer een volwassene zitten... Ja, het is dus een leeftijd, alle leeftijden dus. Ja, muziek is, dat is ook zo fijn, hebben we uitgelegd met vluchtelingenwerk. Muziek is en internationaal, overal hetzelfde. Het is voor jong en oud. Het is voor iedereen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je niet met jong en oud in een orkest zit. Want jullie hebben diverse orkesten, toch? Ja, maar de jeugd... wij hebben drie orkesten, maar ze zijn alle drie gemixt. Okay. Er zit in alle drie de orkesten, ook in het opleidingsorkest, ik denk misschien zelfs wel een derde, echt volwassen 40-plussers die nog gewoon beginnen. Die zijn nog met kinderen, als het ware. Ja, maar heb jij wel eens kinderen met talent zien spelen? Beter dan volwassenen van 40 en ouder. Ja, jong geleerd, niet, oud gedaan. Ja, het is echt niet leeftijdgebonden, het is niet geslachtgebonden, het is niet gebonden aan een nationaliteit. Dat is juist heerlijk. En met die inschrijving maakt dat ook dus helemaal niet uit? Het maakt niks uit. Oké. Jullie hebben trouwens ook iets voor de hele kleintjes, hè? Ja, we zijn begonnen met peuter- en dreumesles. Peuter is al 3 of 4. Ja, we hebben dus 1,5 tot 2,5 en 2,5 tot 4. 1,5 al? Dreumes. Maar laten die zich al wat leren? Moet je opletten. Kom langs. Kom kijken. Het is vertederend grappig. We zijn net weer, we zijn vanmiddag net gaan flyeren. Ja. We gaan 31 maart bij de volgende 10 lessen beginnen. Voor de dreumes. Ze kunnen nauwelijks lopen en staan. Moet je kijken. En de oma's, opa's, vaders, moeders, van ieder kind mag er 1 begeleider mee natuurlijk. Want anders wordt het te spannend. Dat lijkt me wel heel leuk om te zien. Het is echt leuk. Bij deze van harte uitgenodigd. Donderdagsmiddag. Nou, dan zit ik hier. Ja.
live-uitzending vanuit de Dreumesles. Dat zou mooi zijn. Nou, hier zit ze heel in gespannen kijken, ja, de blazers. Ja, het is prachtig. En dan wil ik toch eventjes Janneke Duin op de achtergrond, erelid en geridderd. Niet voor niets, zij heeft echt ontzettend veel voor de jeugd met name van Crescendo gedaan. Jaar in, jaar uit, decennia in, decennia uit. Boegbeeld. Mooi, die mensen heb je dus nodig. Is zij zelf muziceert ook? Ja, dus klarinet. Ze heeft er verstand van. Ja, zeker. Klarinet. En speelt ze ook wel mee? Op dit moment niet. Er is dus een heel jonger orkest. Dat hebben we net gehad, de Peuters en de Dreumsen. Is er nou ook een oude knar orkest? Nou, onze oudste knar, Hans, is 81. Die speelt de wegbas. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ja. We zijn nog met een heleboel ideeën bezig. Oké. Nou, deze hebben we het gezien, die hebben we gezien. En dit is ook zo lief, al die blokfluitende kindjes. Ja, dit is een project geweest. Het draagt dan mee op zo'n blokfluitfeest. Waarbij echt tientallen kinderen blokfluit leren kunnen spelen. Werken jullie samen met scholen ook, of dat niet? Wij werken niet samen, maar we zijn wel te gast soms op scholen. Maar goed, ook dit heeft weer 2 jaar lang stilgelegen. Ja. Je moet eigenlijk helemaal opnieuw beginnen bijna. Alles je zou bijna denken. Opnieuw gestructureerd. Ja, maar we gaan ervoor. En zijn er dan genoeg mensen die nog daar een les kunnen geven ook? Of moet er veel thuis worden gedaan? We hebben nog steeds voldoende docenten. Zo. Dus daar hebben we geen klagen. Oh, oké, goed hoor. Ach, kijk ze nou allemaal staan. Ja, dat is het opleidingsorkest. Maar ook al wel weer van even geleden. Ik zei ook, jullie moeten echt weer een nieuwe foto gaan maken. Want allemaal mooi blauw-wit. Ja. Ik zit zelfs te kijken of het opleidingsorkest is of het leerlingenorkest van vroeger, wat nu Tweede Harmonieorkest heet. Dus deze kinderen zijn in ieder geval allemaal groot geworden. Maar alle orkesten moeten gewoon nieuwe foto's gaan maken. Nou, die kom je de volgende keer laten zien. Ja. Oh, nee, alleen als ze toestemming geven. Oh ja, precies. Ja, want dat is natuurlijk een dingetje. Ja, dat is een dingetje tegenwoordig. Ja. Ja. Maar dit geeft ook weer precies aan volwassenen en jeugd. Door elkaar, met elkaar vooral. Het verenigen. Ja. We hebben nu een trompetist die kan nog niet met zijn benen bij de grond. Dat vind ik ook zo geweldig. Leuk. Want je moet hem aantikken met je voet eigenlijk. Hè? Dus dat is een, dat heb je dan. Leuk. Ja, slagwerkers. Slagwerkers allemaal ook welkom. Leuk. En volledig, je ziet het prachtig geconcentreerd op de muziek. En de motor van het orkest. Ja, zij slaan. Als zij het ritme verkeerd doen, dan wordt dat het zo. Dat is ook met een bas bij jazz, ja, die bas is heel belangrijk. Exact hetzelfde. Ja. Nou, hier hebben we nog weer een mooie... Ja, iedereen... Ook meisjes op de trommel, natuurlijk. Meisjes die drummen, waarom niet? Ja, geen beperking. En meiden die mooie saxen, meid zeggen. Ja. Nee, laat ze maar lekker gaan. Die saxofoon speelt. Ja. Nou, dit is dan een hele kleine impressie van de Dreumes en de Peuterles, waar we het net heel even over hadden. Met de tamboerijn. Het is zo ontzettend leuk. En er wordt hier ook veel bewogen. Ja, er is natuurlijk dans en zang en het proberen van instrumenten, het experimenteren met instrumenten. En samen altijd hetzelfde liedje waarmee begonnen wordt en op een gegeven moment kennen alle kinderen dat natuurlijk. Ja. Het is goed hè, voor kinderen muziek, goed voor de hersens. Ja, maar goed, dat hebben we toch. Hè. Voor kinderen en voor ouderen. Muziek maken, professor Dr. Scherder heeft daar zo zijn hele theorie over. En het maakt altijd blij, hè, muziek. Ja. Altijd, het doet iets met je hoofd en er gebeurt iets. Ja, wij kunnen dat niet stoppen, maar het gebeurt echt. Hè. Nee, er wordt zo'n stofje aan. Stofjes, hè. Blijmaak stofjes, ja. Nou, het is eigenlijk... Ja, meer van hetzelfde steeds. Andere locaties ook van de instuiven. Want we zien nu heel veel foto's, hè? Ja. Je zei net, voordat we begonnen, die 26 maart is de instuif. Ja. Maar er is nog veel meer te beleven. Ja, we gaan eigenlijk weer open. We hebben zo lang in die champagnefles gezeten. Nu gaat de kurk eraf. Oh jee, dat en, is... Een bergje waard. Ja. Dus waar beginnen we allemaal mee? We beginnen 26 maart om 2 uur in de Tulperij. Die is ook weer net open. Dan gaat het Tweede Harmonieorkest een concert verzorgen van 1 uur. Van 2 tot 3. Toegang gratis. Zeer welkom. Dan 3:15 start de instuif. Dus de jongere meisjes die mee willen helpen, die moeten als de wiede weer gaan van de Tulperij weer naar Sassheim. Ja. Dan hebben we de instuif. Die houdt de hele middag
En dan een concertje om 6:30 in de Julianakerk, ook gratis. Voor iedereen toegankelijk. Dan hebben we op 2 april het openingsconcert van het Grootharmonieorkest van Crescendo, waarbij het dirigeerstokje van onze voormalige dirigent Dirk van der Niet, die is 15 jaar dirigent geweest van het Grootharmonieorkest, dat gaat over naar de nieuwe dirigent Willem van Zeeën. Het wordt een fantastisch concert waarbij het Grootharmonieorkest Danson gaat uitvoeren. Het stuk op, ja, dat wilde Dirk heel graag nog een keer spelen. Mm. Met piano Geertje Noordgedacht. En dat wordt fantastisch. Daarna gaat het dirigeerstokje over naar Willem van Zee. En die gaat het orkest laten horen wat hij nu al een half jaar onder zijn hoede heeft. Dit stokje hadden we natuurlijk veel langer al willen overdragen, maar we gaan niet in herhaling vallen. Maar ja, we weten dat niet. Ja, ja, ja. Maar nu gaat het wel gebeuren. Ja. Ja, en elke dirigent heeft weer zijn eigen manier ook. Ja. Dat is, maar goed, mooi dat er ook dan echt lekker afscheid genomen kan worden. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is, afscheid nemen. Heel belangrijk. Oudleden en invallers zijn ook allemaal uitgenodigd om aanwezig te zijn op 2 april. Want dan kunnen we ook daarna nog onder het genot van een hapje en een drankje echt even bijpraten. En 2 april is waar ook in de Julianakerk. Zelfde reden, grote zaal proberen met een groot aantal zitplaatsen. Waardoor we voor de zekerheid... Dat het altijd door kan. Dat het altijd door kan gaan. Nu is dat allemaal niet voor niks natuurlijk. Dat moet je heel rijk zijn als harmonieorkest toch om dat allemaal te organiseren. Ja, het is super. Het is echt heerlijk. Alsof maar jullie krijgen geld. Ja, en dat is nog fijner. Ja. Zonder geld kunnen we niet. Nee. We krijgen natuurlijk geen subsidie. We hopen dat dat uiteindelijk ooit nog weer zal zit veranderen. Dat nergens in een potje bij de gemeente? Nou, er zit vast geld in de potjes bij de gemeente. Kunst en cultuur? Ja, ik hoop dat we met nu de nieuwe, nu de verkiezingen achter de rug zijn. Meldje, hè, met die partijen. Ja, het is zo belangrijk. Natuurlijk is sport ook belangrijk. Maar muziek, het maken van muziek, het verenigen in een muziekvereniging, dat geldt natuurlijk in Sassenheim voor zowel Crescendo als Aris Musica. Het verenigen samen geeft zo'n het is heel belangrijk gewoon. Verbinding onder elkaar. Plus de talenten die je anders laat lopen, want een aantal van onze dirigenten is of was leerling en muzikant bij ons. En die hebben gewoon conservatorium. Het is ook een kweekvijver. Het is absoluut een kweekvijver. Ja. En je leert er behalve muziek maken natuurlijk veel meer. Maar het is heel sociaal gebeuren. Ja. Nou, dus geld van de gemeente krijgen we niet. Maar we prijzen ons gelukkig met een aantal sponsoren die ons een warm hart toedragen. We zijn begonnen met de vriendenactie. Vrienden van Crescendo. Dat kunnen particulieren op intekenen. Al deze informatie staat overigens op de website. Maar voor deze instuif, en daar zijn we gewoon echt super blij mee, heeft de kringloopwinkel op Dreef het volledig gesponsord. Die zeiden ook verbinden, het over grenzen heen kijken om muziek te kunnen maken met elkaar. Dat is precies ook wat zij natuurlijk doen met hun goede doelen. Over grenzen heen, dat is nu weer transport richting Roemenië om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Het komt samen en het samen brengen, het samen binden is weer verenigen. Kom je toch weer bij zo'n vereniging als Crescendo uit. Ja. Nou, het gaat om een fantastisch bedrag. Ik noem het lekker niet, want dan hoop ik gewoon dat er nog veel meer mensen uit nieuwsgierigheid zullen komen. De officiële overhandiging van de cheque zal plaatsvinden vlak voor het concert begint, dus rond 6:30. En dan ben je dus en getuige van zo'n mooi moment, plus dat je dan nog eens mee kunt luisteren met een ontroerend, grappig, leuk concert van deze mensen. Okay. Ja. Nou, dan laten we nog eventjes de flyer zien, mochten mensen iets gemist hebben qua informatie. Kijk, noteer even, samen eten is alleen voor de mensen die voor die tijd samen muziek gemaakt hebben. Die echt bij die instuif waren. Die bij de instuif waren en natuurlijk de leden van het opleidingsorkest. Het is niet zo van, ik kom even wat eerder, dan kan ik mee eten. We moeten ergens grenzen stellen. Ja, duidelijk, duidelijk. En de pannenkoek ook, mocht het niet verklappen. Oh jee, niks worden al niks gehoord. Ja. Nou ja, het is dan leuk toch? Ja, leuk. Het is dat echt... vermoedert ook al de rest samen eten. Absoluut. Nou, jullie zijn vol swing inderdaad. Die kurk is van een champagnefles. Ja. En Crescendo gaat als een tierenlier. Ja. Dus ik wens jullie een hele mooie tijd, een mooie instelling. Ook mooie concerten, ook bij de Tulperij, ook 2 april. Ja.
We zijn daar heel veel weer, gelukkig. Jullie laten van je horen. Ja, en dat is een prachtige quote om mee verder te gaan voor ons. Zo dankjewel. Is dat. Ja, bedankt, Geri.